Goedemiddag Maarten. Hoi. Het is vandaag 17 juni 2024. We hebben zojuist een CCR-vergadering achter de rug gehad. En we gaan samen even terugblikken op vandaag. Ja. Nou, het was een volle vergadering, als ik dan wat mag zeggen. Ja, zeker. Op de ochtend hadden wij twee instemmingsverzoeken. Namelijk beeldzorg en vriendschap, relaties, intimiteit en seksualiteit. En zou jij iets kunnen vertellen over beeldzorg? Ja, wat is het beeldzorg? Dat is dus dat je vanuit huis met gewoon achter je computer of je mobiel contact gaat opleggen met een begeleider. Daar hadden wij nog wel een aantal vragen over. Want ja, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Want volgens mij heeft niet iedereen een eigen laptop. Ja, nou, super, klopt. Dus die vraag hebben we gesteld. Ja. Waren er nog andere vragen of opmerkingen over het stuk? Nou, stel dat je niet met een begeleider contact krijgt, word je doorverwezen naar een belcentrum, zo te zeggen. Ja, dat zouden wij willen, hè? De wens. Ja, dat ontbrak nu. En ik kan me ook herinneren dat jij een hele mooie opmerking maakte over... Ja, er werd gezegd van bij die centrale, van dat je zo kort mogelijk een gesprek hebt. Nou, dat vind ik niet kunnen, want eigenlijk verwacht je dat je gewoon de tijd krijgt voor je probleem om dat uit te leggen. Ja, helder. Nou, hartstikke goed. De vragen worden in een brief geformuleerd en door de ambtelijke secretaris naar de Raad van Bestuur gestuurd. We wachten het antwoord af en gaan dan vervolgens weer in gesprek met elkaar over dit instemmingsverzoek. Ja. Het tweede was vriendschap, relatie, intimiteit, seksualiteit. Afgekort als VRIS. Ook een beleid voor begeleiders, hoe ze kunnen begeleiden bij deze onderwerpen. Ook daar waren een aantal vragen vanuit de Raad. Zou je er wat over kunnen vertellen? Ja, de vraag was meer van... Stel dat ik een betaald iemand krijg voor mij met seksualiteit te krijgen. Ja, hoe gaat dat in zijn werking? Nou, dat hebben ze nog niet helemaal helder. Dus dat willen wij graag uitgewerkt zien. En over genderneutraliteit. Ja. Dat er ook goed in wordt verwoord. Ja, nou hartstikke goed. Ook die vragen die hebben we op papier laten zetten door de ambtelijke secretaris. En worden naar de Raad van Bestuur gestuurd. In de middag hadden wij een middaggedeelte en hebben we een paar onderwerpen besproken, waaronder de jaarrekening die door de voorzitter Kees is toegelicht en waar wat vragen over kwamen, vooral vanuit de verwanten. En we hebben het ook gehad over de voeten op tafel sessie, waarbij we met de Raad van Bestuur op een soort informele manier, dat wil zeggen zonder agenda, met elkaar in gesprek zijn gegaan, over het betrekken van het netwerk van ouders, verwanten bij de zorg. En wat kun je daarover vertellen? Ja, dat is een lastig iets. En daar gaan we een werkgroep voor maken van hoe gaan we nou dat contact met die personen leggen. Ja, super. Nou, uitnodiging gaan we tegemoet zien. En dan als slot, mooi, LPC. Zeg ik het dan goed, Maarten? Ja, dat zeg je goed. Landelijk platform cliënt. Kijk, hartstikke mooi. Jij bent daar mee naartoe geweest op, 7 juni. Ja. Samen met de voorzitter en de ambtelijke secretaris. Ja. Zou je nog even kort kunnen vertellen wat jullie daar hebben gedaan en hebben besproken? Ja, daar hebben we met andere cliëntenraden van andere organisaties gesproken. Met de directeur en de voorzitter van VGN. Een zorgverzekeraar en de directeur van de wet langdurige zorg van het ministerie. Oké. Wat vond je van die dag? Ja, ik vond het heel leerzaam. Ja. En ook wel mooi te zien dat... al die mensen wel vanuit hun oogpunt wel denken van ja, ik vertegenwoordig het bedrijf, maar wel echt wel betrokken zijn met de zorg die we leveren. Ja. Super. Maarten, dan hebben we de dag mooi samengevat en ronden we deze opname af. En gaan wij weer op naar de volgende vergadering. Ja. Dankjewel. Tot de volgende. Hai.